In Laarbeek is men begonnen met asfalteringswerkzaamheden op diverse wegen. De werkzaamheden bestaat hoofdzakelijk uit gedeeltelijk weghalen van de bestaande asfalt. Dit gaat door middel van frezen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaand verkeer worden omgeleid. Er zijn ook vooraankondigingsborden geplaatst, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor aanliggende percelen geldt dat ze bereikbaar blijven met uitzondering van het moment dat er asfalt aangebracht wordt. Aanwonenden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Inmiddels is men begonnen in Mariehout op de Rietven, Tuindersweg en op de Herendijk tussen Beekendonk en Lieshout.